Klaus en Roos genomen, maar goed. Ja, en Jan ook. Die gaat er allebei. Maar goed, voor beide teams wat ook weer te zeggen dat ze behoorlijk affectie hebben met de garage sector. Ook hier zit de snelheid er goed in. De balen worden over 10 meter afstand naar de wagen toe gegooid. Open en zin erin. Goed, maar met zo'n teamnaam heb je ook een beetje je eer waard te maken. Op kop, de agrarische jongeren Bieringermeer. Chauffeur Jacob kijkt relaxed om zich heen. Dat hij de juiste snelheid hanteert, niet te hard, niet te langzaam. Leuk ook om te zien dat bij de team agrarische jongeren. Maar daar een hoop jongens mee doen die normaal gesproken de cabine niet uitkomen van de trek en hier opeens met ellebogen zweet aan de gang zijn. En mijn, hè, dat gaat nooit. Ja, nee, absoluut, dat is echt strijden. Daar kunnen die jongens nog wel voor leren. En sommigen kunnen we nog zien dat ze gisteravond gezopen hebben. Die hijgen en zuchten wat meer. Ja, dat is bij Team Leo niet anders. Ach, als je dat zweet eruit, dan denk je ook van, nou, ik weet waar die geweest zijn gisteren. Die volgens staat op een bouwen op. We lopen achter, kom op, sneller. Ik zie Jan Bonker lachen, hij houdt de moed er goed in. Dit zegt natuurlijk niks dat ze een beetje achterlopen, want dat kan je natuurlijk op het laatst weer inhalen door tactisch te waden. Maar dat zeggen ze, hier wordt de eerste paal ook omhoog gestoken. Mark van Essen ondertussen vakkundig bezig met laag 5. Ah, hier wordt nog een redelijk goede breedte neergehouden, dus deze man hoeft niet altijd over te stapelen deze keer. Ah, niet allemaal waar, gooi ook weer wat baal terug op de grond. Ja, en nu mag dat, nu mag je balen laten vallen, maar straks als je over de hindernisbaan bent, krijg je 10 strafpunten. Zonde, jongens. Ja, zoals altijd, de laatste loodje weegt het zwaarst. Tijdswaarnemer Kees Hotting staat geduldig op de jongens te wachten voordat hij de stop al stil mag zetten. We mogen uiteindelijk 10 lagen op. Team Leo is bezig met laag 7. Ja, Team Agrarische jongen, die zit al op laag 9. Altijd gevaarlijk om de hoogte in te gaan met de hindernissen. Moet er, als het echt bouwwerk, nog een vlag op, Patrick. Dat is een eigen vlag, agrarische jongen, komen we op de top. Ondertussen gaan hier de laatste paar baaltjes terug. Even de pumpen naast om te klaar van waarom wouden we dit ook alweer doen. Nee, ik krijg ook geen duidelijk antwoord, dus uiteindelijk vond ik het gewoon leuk. Ik zie alle mannen er moe en voldaan.